Hallo allemaal, ik ben weer terug bij Esselt in IJsselstein. Nou goed, 7 maanden geleden heb ik HT gedaan in Esselt Istanbul. HT en ESL. En nu is het na 7 maanden is het toch flink gegroeid zoals je kan zien. De voorkant is echt helemaal dicht. Dus echt al, maar je kan niet zien dat de eerste kale plekken waren geweest. Echt ontzettend dankbaar, dat woord dankbaar mag ik wel onderstrepen, naar de artsen die het hebben gedaan in Turkije. En goede begeleiding, echt ontzettend dankbaar voor mijn haren. Mijn familie, mijn tante bijvoorbeeld, die heeft me een jaar geleden voor het laatst gezien. Die zegt nu tegen mij van, hoe komt dat je zoveel haar hebt? Het is echt ontzettend leuk om dit te horen. Mijn donorgebied is mooi hersteld, de bovenkant is hersteld. Nou goed, bij Istanbul. Heb ik ook ESL gedaan en ESL zie je ook nu terug in de vorm van dikkere haren. De haren die waren een beetje fut, een beetje aan het uitvallen, de bestaande haren. Die zijn wat nu dikker en wat voller geworden, dus dat kan je ook wel zien. En dat zie je niet in de eerste maanden, maar zie je echt op latere tijdstip. En dat begin ik nu te zien. Ik ben echt, waarschijnlijk kun je ook op mijn gezicht zien, echt ontzettend dankbaar en ontzettend blij. Top, dankjewel Esterwold.